Nou, leuk om vandaag met Mickey Huibrechts te spreken. Mickey Huibrechts, hij is de ex, zeg maar, managing director van McKinsey. Heeft als daarna van NFC, NSF, de sportbonden, heel bekend. En ook sinds de afgelopen 15 jaar bezig met de publieke zaak. Heel veel met Amerika gewerkt, Mickey. Hoe zou jij eigenlijk Amerika willen karakteriseren? Nou, dat is nu heel moeilijk. En de verleiding is groot om het in één zin samen te vatten, maar dat kan natuurlijk niet. Dus elke uitspraak moet je heel, heel voorzichtig mee zijn. Ik zal niet al te voorzichtig proberen te zijn, want dat is ook zo vervelend. Ja, ga lekker door. Maar enige voorzichtigheid is wel wenselijk. Nou, het begint, ik zeg altijd tegen Amerikanen zelf ook, jullie hebben een hele goede grondstof. En daar bedoel ik mee de burger. De Amerikaanse burger die heeft nog, ja, een beetje oerinstincten van zelf verantwoordelijk zijn voor zijn toekomst, overleven en dergelijke. En dat maakt hem over het algemeen tot een redelijk sterk, stoer en opgewekt mens. Dat zie je regelmatig op televisie. Als mensen naast hun door een orkaan omgeblazen huis staan, dan zou je in Nederland allemaal horen wat erg. En daar staan ze min of meer stralend erbij van ja, dan gaan we maar weer opnieuw opbouwen. Dus dat is de sterke kant van... Ondernemend. Ondernemend, eigen verantwoordelijkheid, ook veel meer buurtgevoelens toch ook nog, hè? Buurtverantwoordelijkheid. Maar ja, alle sterktes zijn tegelijkertijd je zwaktes. Maar het grote probleem in Amerika, in mijn ogen, en dat probeer ik mijn goede vrienden daar altijd te vertellen, en dan worden ze nogal narrig, is dat hun systemen zo rampzalig zijn. Te beginnen met het juridisch systeem. Amerika is enorm gejuridiseerd. Mijn cijfers zullen wel niet meer kloppen, maar orde van grootte wel. De WA-verzekering voor een huisarts beweegt zich rond de $100.000. Puur de wettelijke aansprakelijkheid. Dan moet je nagaan hoe duur een dokter, voordat hij één patiënt gezien heeft, moet hij eens $100.000 uitgeven. Ja. Die verhoudingen die vertalen zich door in het hele land, in van alles. Dus dat is een probleem. Nou, 750.000 advocaten hebben ze daar, hè? Nou, ik weet niet hoeveel, maar per hoofd van de volk hebben ze ongetwijfeld tenminste 2, zo niet 3 keer zoveel als Nederland. Ja. Nou, dat is dus één systeem, politieke systeem. Wat dus deels ook gejuridiseerd is, maar wat, ja, daar zien we nu natuurlijk het extreme van, hoe destructief dat politieke systeem is. Nou, als je nu vanuit Amerika naar Nederland terugkomt, dan zeg je, god, wat hebben wij toch hier goed voor elkaar. Dan zie je maar weer, alles is relatief. Dan worden we ineens trots op onze eigen 17 of 21 politieke partijen en hoe die met elkaar omgaan en hoe beschaafd dat is, et cetera. Dus één voordeel van Amerika kijken is dat je steeds blijer wordt over Nederland. Ja. Als je een volgende systeem is bijvoorbeeld het onderwijs. Dat kan je niet vergelijken met de kwaliteit van het Nederlands onderwijs. Als je alle internationale testen, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar op wiskunde komen ze ergens voorbij, plaats 35 op de wereld, terwijl wij onder de eerste 10 staan. En zo kun je bijna elke test van leesvaardigheid en talenkennis en noem maar op. Onderwijs, er zijn natuurlijk een paar piekuniversiteiten waar iedereen graag naartoe wil. Maar daar stel ik ook mijn vraagtekens bij. Maar in ieder geval gemiddeld is het vreselijk. En het is ongelooflijk duur, hè? Mijn neefje betaalt €60.000 per jaar dollar per jaar. Harvard is €80.000 per jaar ongeveer. En de meeste van die Ivy League universiteiten zijn die orde van grootte. Dus ja. Dan kan je wel beurzen krijgen en dat gebeurt ook wel. Maar het is toch. Maar ook gemiddelde universiteiten zijn heel duur, veel duurder en niet beter. Dus het gemiddelde qua onderwijs kan niet in de schaduw staan. Nou, dan gezondheidszorg. Dat is 1,5 keer zo duur als in Nederland. En nou ja, ik weet niet hoeveel slechter het is, maar het is veel slechter. Het is voor 1/3 van de Amerikanen niet toegankelijk. Maar zelfs de gegoede Amerikanen die een hele goede verzekering hebben, die moeten voor de meeste ingrepen nog bijbetalen. Nee, ik ben wel een paar keer in de Mayo Clinic geweest. Voordat je daar de deur binnenkomt, moet je een cheque van $3.000 schrijven. Anders kom je gewoon niet naar binnen. Ja. En dat is de grote uitdaging is, en daarom is het ook relevant voor Nederland, hoe ontworstel je daaraan? Want de gemiddelde Amerikaan is gastvrij, en niet zoals in ontwikkelingslanden, daar zijn ze. De meest gastvrije mensen zijn altijd de armste. Mm-hmm. Dat is het mooie wat er is. En daar kunnen wij er wel wat wijze lessen uit leren.
Namelijk, wij zijn nauwelijks, of althans minder gastvrij, omdat wij niet meer afhankelijk zijn van onze buurman en van de passant. Mm-hmm. Dus wij zijn alleen maar afhankelijk van de overheid. En als die het niet goed doet, staan we allemaal langs de lijn te schreeuwen. Maar Amerika is een uitdaging. En het beste wat we ermee kunnen doen, is er goed naar kijken en zorgen dat wij niet zo worden. Want we hebben natuurlijk de neiging, hè, shareholder value, aandeelhouderswaarde is een van de voorbeelden daarvan. Dat is een begrip wat 20, 30 jaar geleden is overkomen waaien uit de Verenigde Staten. En in eerste termijn eigenlijk redelijk omarmd in Europa. Gelukkig zijn we de laatste 10 jaar bezig om het weer een beetje af te stoten. En dat wordt ook hoog tijd. Amerika is natuurlijk super kapitalistisch. En je moet altijd onderscheid maken tussen kapitaal en markt. We hebben behoefte aan markten. Maar kapitalisme in de rauwe zin waarin we het Amerika krijgen, is natuurlijk vreselijk. Ja, ja. En dan kom je op het interessante thema, socialisme. Ik denk dat de gemiddelde 90% van Nederlanders het woord socialisme daar toch wel iets positiefs in zien. In de zin van sociaal, rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar. De een wil wat anders doen dan de andere. Maar ik steek mijn handen voor het vuur dat een groot deel van de Nederlanders daar een positieve reactie op heeft. Nou, in Amerika is het woord socialist of socialism is voor tenminste 50% van de Amerikanen een scheldwoord, iets afgrijzelijks, iets zo engs dat je daarvoor dat je daarvoor bereid bent om op Trump te stemmen. Want dat geldt natuurlijk met name, denk ik, voor de meer ontwikkelde mensen. Die zeggen allemaal, veel zeggen, ja, die Trump is natuurlijk een vreselijk idioot, maar hij heeft het wel heel goed gedaan. En dan probeer ik te begrijpen wat hij dat zo goed gedaan. Hij heeft ongetwijfeld waarschijnlijk 1 of 2 dingen wel verstandig gedaan, maar als ik moet kiezen, dat is mijn eerste zorg, heb ik vertrouwen in die man of vrouw? Is dat iemand waarvan ik aan kan op de integriteit? Nou, het is natuurlijk volstrekt evident dat dat ten ene male ontbreekt. Dat ontbreekt kennelijk bij vele politici. En misschien is dat ook wel het noodlot van de politicus. Om integer te zijn is het bijna onmogelijk om je nog staande te houden. Zeker als het miljoenen kost om verkozen te worden. Hè? Want dat is ook bekend. Als je niet een paar miljarden hebt, dan kom je niet in wat Amerika de Tweede Kamer is. Maar jij bent echt voortdurend bezig geweest met Amerikanen. Je hebt ook met de mensen die het meeste verdienen en de op de hoogste posities en alle CEO's, die ken je daar, zeg maar. Er zaten ook heel veel Republikeinen. Er zaten ook heel veel Republikeinen bij. Begrijp jij hoe die Republikeinen vanuit hun gedachtegoed van de eigen verantwoordelijkheid, een kleine regering, de noodzakelijke dingen waar mensen moeten voor zichzelf zorgen, hoe ze dan naar Trump zijn gegaan? Ja, nee, nou, ik zie daar, ik krijg daar enige inzichten in, maar verklaren voor een redelijk mens kan ik het nog steeds niet. Maar jij kent toch hele intelligente, slimme, goed opgeleide, prettige mensen die achter Trump staan? Is, in het algemeen is mijn ervaring dat de eenvoudige mensen, dat die misschien wat meer karakter hebben en kwaliteit dan al die superintelligente mensen. Intelligentie is nog niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan integriteit of zoiets. Het is ook, brengt ook met zich mee in gedachten van, God, ik ben veel beter dan de rest, dus ik heb ook recht op meer. En dat soort begrippen. Dus, ja, dat soort gedachtegoed kwam je daar echt tegen. Ik ben beter dan de rest en ik heb recht op meer. Ja, dat is natuurlijk een heel sterk kapitalistisch gedachte. You can make it in New York, you can make it everywhere. Huh? En dat soort begrippen. En dat is, dat Amerika zal door een enorme downturn moeten gaan, en dat gaat het ook, naar mijn verwachting, om weer enigszins met zijn voeten op de grond te komen. Want zij kennen geen buitenland. Wij kunnen elke dag ons vergelijken met Duitsland, België, waar het anders is, en zeggen, goh, we doen het misschien een beetje beter, of we doen het niet zo goed, laten we het ook eens wat proberen. Maar een Amerikaan kent geen buitenland. Dat is iets wat... Ze kennen Texas versus New York en California versus... Maar dat is allemaal in Amerika en dan is, en daar gaat het dan om media. De media in Amerika zijn zo onbetrouwbaar geworden. Er zijn een paar waar ik vertrouwen in heb. Met name de New Yorker, dat vind ik altijd de mooiste. En New York Times dan...
de tweede en dan misschien de Washington Post. Maar ik ben ook geabonneerd op allerlei nieuwsbrieven van Republikeinse zenders. Ja. En de hoeveelheid onzin die je daar dagenlangs ziet komen, die rijst je haren te bergen. Ja. En waarom kiezen ze dan? Nou, dat is het excuus is van. Het is wel een idioot, maar hij heeft toch goede dingen gedaan. En wat ik het vaakst hoor als excuus, maar het Hooggerechtshof. Oké. Mijn vriendenkring in Amerika, die is helemaal gefocust op wie is de volgende in het Hooggerechtshof. Maar vanwege abortus of zo? Of waar is dat dan van? Wat voor soort beslissingen? Ja, daar speelt van alles doorheen. Ja, conservatisme in ieder geval. Kijk, en er is dus wat voor hen ook drijft, is allerlei begrippen over business. Business vinden ze mooi. Hè? Obama was altijd verwijt, ook achteraf, terwijl hij die tent al 8 jaar geleid had. Van ja, die man had helemaal geen businesservaring. Die wist niet hoe hij een bedrijf moest leiden. Alsof dat het optimum is van alles. Nee, het is een hele interessante positie. Aardige mensen. Maar zegt u dan, is het moeilijk om ze te begrijpen en te volgen. Maar het is allemaal. Hey, en dan even Mickey, als je dan kijkt van, we zitten nu met de verkiezingsavond. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? En wat heeft dat dan voor gevolgen voor de Amerikaanse samenleving? Nou, kijk, het is altijd moeilijk hoop en verwachting uit elkaar te houden. Ja. En mijn verwachting is dat het een enorme rotzooi wordt de komende maand. Whatever happens. En ik heb al veel eerder gezegd, het gaat natuurlijk in de richting van een burgeroorlog. Dat hoeft niet te gebeuren, ik hoop het niet, van harte niet. Maar je moet niet verbaasd zijn. Ik begin nu ook te begrijpen waarom een Amerikaan een pistool koopt. Mm-hmm. Want als ik in de binnenstad van New York woonde op dit moment, dan zou ik me ook af gaan vragen, moet ik niet een pistool gaan kopen? Of in een verwaterd huis op de prairie? Maar als je kijkt van in New York, daar stemt 98% die stemde voor Hillary Clinton. Ja, nee, New York is niet zo gevaarlijk. Dus, het is meer over waar Republikeinen en Democraten nog tegen elkaar vechten. Hè? Dus dan heb je het over Texas of over Florida of over wat andere gebieden. Maar wat denk je dat de uitslag is? Wie gaat winnen? Biden of Trump? Heb je daar al een idee van? Nou, ik zal beginnen met wat ik hoop. Ik hoop dat een landslide voor Biden wordt. En die kans acht ik toch nog redelijk substantieel. Schat ik 50%. Dan 40% dat het een marginale winst wordt. En 10% dat het Trump wordt. Ja. En als het dus met een grote hoeveelheid zeg maar wint, is het systeem in Amerika dan groot genoeg om een vreedzame presidential wijziging te krijgen? Nee. Mijn indruk is dat, en dat hebben we de laatste jaren gezien, dat het systeem volstrekt dysfunctioneel is. Het feit dat we de inkomstenbelastingaangifte van een president niet boven water kunnen krijgen tot na, wat is het, 7 jaar, en dan wordt er nauwelijks aandacht aan besteed. Het feit dat iemand zulke schandalen kan hebben meegemaakt. Ik heb net weer de serie gekeken van Trump, An American Dream. Mm-hmm. Die man allemaal gedaan heeft. En dat dat allemaal kan bestaan. En dat je dan gedekt wordt door al je partijgenoten. Dat is. Nee, ik verwacht dat ook bij een landslide, want we hebben nog dat enorme risico dat die kiesmannen. Kijk, we moesten ook nog hebben, het verkiezingssysteem in Amerika is natuurlijk ook. In onze absurd. Ogen. Absurd. Dat je gewoon 2 miljoen minder stemmen kan krijgen en toch president worden met een belangrijke meerderheid de kiesmannen. En dat kiesmannen, dat is ook al aangegeven. De kiesmannen is een enorm probleem, want er staat eigenlijk nergens dat ze grondwettelijk gebonden zijn om te stemmen volgens de practices die in de loop der jaren ontwikkeld zijn. Nee, per staat is dat geregeld. Hè? De staat kan bepalen of de kiesmannen zeg maar voor moeten steunen of niet. Ja, er zijn nog tussenvarianten, maar het is. Er kan nog. Maar goed, laten we daar de Nederlanders maar niet over druk maken. Jij denkt als er een grote meerderheid komt van Biden, dat we gewoon toch nog gewoon shit krijgen de komende maanden. Ja.
als Biden dan eenmaal gewoon president is, zeg maar, met, hè, op zijn 77ste jaar, hoe denk je dat hij het gaat doen als president en hoe, wat voor support gaat hij krijgen? Ik hoop dat we zo snel mogelijk Kamala Harris krijgen. Oké. Okay. De schat van de man, Biden. Maar ja, je bent natuurlijk toch behoorlijk gecompromitteerd als je deel van een dergelijk systeem gedurende zo'n lange periode bent geweest. En bovendien, ook al zou hij alle energie en talent in zich hebben, dat heeft Obama natuurlijk ook gezien, dat als je de Senaat en het Huis niet mee hebt, dan kan je maar heel weinig bereiken. En nou is er een goede hoop dat de Democraten zowel de Senaat als het Huis krijgen. En dan kan hij veel bereiken. Maar ja. dan nog moet je eerst al die lobbykrachten die daar spelen en al die dingen doorbreken. Dus je moet wel een man of vrouw van buitengewoon grote visie en karakter en kracht zijn, wil je dit land weer een beetje op gang krijgen. Oké, okay. Mickey Huibrechtse, dankjewel voor het delen van je ervaringen met de Amerikanen, de Amerikaanse samenleving en ook jouw voorspelling. We gaan kijken of het uitkomt. Ik hoop van niet. Ja, wel van die landslide, maar niet van die grote ruzie en zeker niet die burgeroorlog. Maar dank je wel hiervoor. Misschien nog één ding, Vincent. Misschien kunnen wij als Nederland er veel van leren dat wij ervoor zorgen dat onze systemen, onze structuren, dat die bestand zijn tegen dit soort dingen. Dus het wordt hoog tijd dat wij eens gaan kijken of ons eigen land, wat relatief gezien dramatisch veel beter is dan meestal in deze landen, ook niet toch nog iets steviger in zijn structuren moeten maken. Ja, jij bent bezig met de publieke zaak. De publiekezaak.nl om die structuren te verbeteren. Nou, daar ben ik ook mee bezig, dus dat gaan we gewoon doen. Amerika is een fantastische waarschuwing waar wij niet achteraan moeten gaan. Blijf onderhoud geven aan zowel de cultuur als ook aan de structuur van ons land. Dankjewel, Mickey. Succes.